hele goede morgen allemaal. Hallo allemaal. Vorige week gezien dat wij Torx Costa hebben verlaten. Ja. En we onderweg zijn naar La Auzia. Dan gaan we een dag staan. En dan daarna Cartagena. Ja, gaan we eens even kijken. Horen we heel veel mooie verhalen over Cartagena. Ja, dat schijnt een mooie stad te zijn, hè? Ja, het is ook heel mooi hier zo. Ja, we rijden nu net Nerga binnen. En die is bekend om zijn witte huisjes. En dat zag je net hier aan de linkerkant. Ik denk net gemist. Ja, ik denk het. Ja. En de balkon van Europa. Ja. We zijn vorig jaar al een keer geweest, ja. Dus dit jaar slaan we hem over. We kunnen de volgers van Polarsteps wel zien in onze Polarsteps vorig jaar. Daar zie je wel mooie foto's van Nerga. En toen zijn we gefietst, hè, van Torx Beach naar... Ja. Dus dat. Torx Costa. Torx Costa. Ja. De camperplaats heet Diamantisia. Ja. Veel plezier met kijken. En, we zien jullie onderweg voor een keer. Ja hoor, zeker. We zien jullie onderweg. 4 uur rijden, minimaal. Ja, dus. We laten wel wat beelden hierin en dan tot in La Auzia. Welkom in Plastic World. Dan zie je dus heel veel in regio Ameria. Een en al kassen, hè? Een en al kassen. Hier komen onze onder andere tomaten en wat was hier nog meer? Paprika's volgens mij. Ja, heel veel kruiden. Heel veel kruiden. Maar met name de tomaten. En de Spaanse bloemkolen. Vast. Straks bij La Auzia, daar hebben we nog veel meer plastic dan deze tijd. Ja. Alsof er sneeuw op de berg ligt. Ja, het is toch de regio Almeria, hè? Ja. Dat allemaal. Nou, en mijn zijcheck dat we nog 330 kilometer en 4 uur en 9 minuten. En wat zegt Google? Ook 330 kilometer en 3 uur en 23 minuten. Hetzelfde, alleen dan 3 kwartier korter. Ja. Even klimmen. Het is hier gewoon een lange weg. Continu op de A7. Hè? Ja, dat is de doorgaande weg naar het noorden. Ja. Ik vind het wel fijn hier in Spanje. Ja. Gewoon één weg en die loopt helemaal langs de kust. Ja, dat is een mooi rijden. Naar Perpignan, volgens mij. Jan is al Frankrijk. Ah, ja, ja, goed. Ja. Tot aan de grens dan. Ja. Nog even een weetje. Ik lees net op Google dat Spanje in totaal 70.000 hectare aan kassen heeft. En meer dan 30.000 hectare daarvan bevinden zich in deze provincie, Almeria. Oh. Dus vandaar.
Ja. 30.000 hectare. 30.000 hectare. Puntje. Ze noemen het ook de Plastic Zee. Ja. Ik was eigenlijk even aan het kijken van wat ze nou inderdaad allemaal hier telen. Ja, inderdaad, de tomaten, courgettes, aubergines. File. We hebben gewoon een alcoholcontrole om 10 uur 's morgens. Ja. Nou, er stond heel wat politie. Nou, hè, heel gebeuren. En er werden ook genoeg mensen van de weg gehouden. Ja. Wij dachten van nou te snel, wat is er nou aan de hand? Je zag verder niks. Ja, we dachten werkzaamheden. Nou, je werd voor de snelweg allemaal afgeleid. Een alcoholcontrole stond er. Ja. Nou, ik werd even zenuwachtig, maar. Nou, ik zou niet weten waarom. Nee. Nou, de hal weer. 275 kilometer rechtdoor. Hoppelakee. Kijk wat een plastic, jongens. Oh, ja. Die kassen. Maar wel sneeuw op de top nog. Als jullie voor je kijkt, ja. Zie je dat? Dat is ook plastic. Nee, dat is sneeuw. Dat is geen plastic. Opnieuw geschilderd, joh. Ja, we hebben wel gefietst. Ja. Dat is ook veranderd. Ik ben vernieuwd hier. Heb je ook een BP? Ja, is... Hier is die nog aan het schilderen. Ja, ja, een driekwart ga je volgens mij naar de camper. De camping, hè? Las Torres? Las Torres. Kijk eens, we rijden weer langs de kust. Vuurblauwe zee. Ze zijn een heel fietspad aan het aanleggen, ja. Ja. Kijk.
Nou, tot zover La Aozia. Ja, pak maar krachten, hè? Ja, nog geen 24 uur, denk ik. Ja. Nee, waar die nog niet. Waar die is middags. Ja, gisteren om een uur of twee. Het is nu 9:30. Ja. Half uurtje rijden en dan zijn we in Cartagena. Ja, het was ook echt een overnachtingsplekje dit keer. Ja, dus mooi dicht. Lekker konden zwemmen nog even. Ja, precies. We hadden ook natuurlijk door kunnen rijden naar Cartagena. Maar ja, dan zit je de hele middag. Nog extra op het parkeerterrein. Ja. En wij denken dat je in een dag wel Cartagena hebt gezien, wat wij willen zien in ieder geval. In ons geval denk ik wel, ja. Ook omdat het morgen 30 graden wordt. Ja. Vandaag al 29 graden. Ja, en hierna Cartagena. Nou, geslapen bij het sportpark daar. Voetbalveld, of voetbalstadion. Ja, misschien al wel een extra nachtje als we bedenken van. Wat vind. Maar in principe gaan we naar Finistraat. Finistraat. Hebben we naar vier in de gaten houden. Oh ja. Dat is ons over dit plekje geweest en dat is wel een beetje ons favoriet, hè? Ja, dat is een mooie omgeving. Het is de derde keer dat we daar aan komen. Hey jongens, leuk dat jullie weer keken. Bedankt daarvoor. En als je nog geen abonnee bent, druk even op dat knopje. Het is gratis. En een duimpje als je het leuk vond. Ja. En daarnaast hebben we ook dat belletje nog. Ja, als je die dan ook nog indrukt, zijn wij helemaal blij. Tot volgende, volgende week.